Dag op 4. Ik ga vandaag met rekenen met jullie kijken naar blok 4, week 1, les 2. Ik ga even mijn scherm met jullie delen en dan gaan we met elkaar kijken wat wij gaan leren vandaag. Nou, wat gaan wij leren? Wij gaan leren de tafel van 3. Wij hebben laatst de tafel van 5 al geleerd met elkaar en nu gaan wij kijken naar de tafel van 3. Misschien ken je er al wat sommetjes van. Heb je die voorbij zien komen in andere tafels? Heb je die voorbij zien komen in een verhaaltje? Zo zijn er een heleboel plekken waar je misschien al wat tegen bent gekomen. Nou, kijk met mij mee. Zijn er genoeg lollies? Ze hebben steeds bakjes van 3 lollies gemaakt. En daar hebben ze alvast een mooie getallenlijn getekend om de tafel van 3 te laten zien. Ik zeg hem zo voor, zeg hem gelijk met mij mee, dan heb je de tafel van 3 al een keer geoefend. 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is 6. 3 keer 3 is 9. En 4 keer 3 is 12. 5 keer 3, dat is 15. 6 keer 3 is 18. 7 keer 3 is 21. 8 keer 3 is 24. En 9 keer 3, dat is 27. 10 keer 3 is 30. Even een kleine tip van mij. Zet het filmpje weer even terug naar voordat ik de tafel zeg. En zeg hem nog een keertje met mij mee. Dus bijvoorbeeld 1 keer 3 is 3. 2 keer 3 is 6. 3 keer 3 is 9. Enzovoort, enzovoort. Ja, op die manier oefen je nog heel vaak met de tafel van 3. Met alle sommetjes die daarin horen. Kijk met mij mee naar opdracht 3. Want in opdracht 3... gaan wij nog een keer oefenen met de tafel. Bijvoorbeeld 1 keer 3. Ik heb 1 keer een doosje van 3 lollies. Ik heb 2 keer een doosje van 3 lollies. 2 keer een doosje van 3 lollies. Dus 3 erbij 3 is 6. Nou, en zo gaan jullie verder met de sommetjes. En jullie hebben geluk, want het loopt 1 keer 3, 2 keer 3, 3 keer 3, 4 keer 3, 5 keer 3. Alle stapjes die we net geoefend hebben met elkaar, staan hier dus ook in deze twee rijtjes. Dus deze ga je zo maken in je schriftje. Vervolgens gaan ze het ook nog een beetje moeilijker maken voor ons. Want hier hebben we twee rijtjes met sommetjes die door elkaar staan. Het gaat nog steeds op dezelfde manier met de tafel van 3. Alleen staat die niet meer in de volgorde van klein naar groot. Dus moet je echt heel goed na gaan denken. Wat komt er nou uit het sommetje? Heb je opdracht 3 gemaakt? Ga je kijken naar opdracht 1. En bij opdracht 1 hebben ze een beetje flauwe sommetjes. Want ze hebben steeds een deel van ons sommetje verstopt achter een snoepje. Ik heb 46 snoepjes. Ik zie dat ik in één bakje er 40 heb. Hoeveel komt er dan achter het snoepje te staan? In het ene bakje zitten er 40. Dan komen er dus nog 6 in het andere bakje. Ik heb 58 snoepjes. In één bakje zitten er 8. Hoeveel komen er dan hier? Ik heb er 8 in het ene bakje. Dan moet ik er nog 50 in het andere bakje stoppen. Op deze manier ga je dat uitrekenen. Als je dit op je kralensnoer wil doen, mag dat. Dan kun je namelijk op een hele makkelijke manier splitsen. Als je kijkt naar 93, daar mag je zelf bedenken hoe je die gaat splitsen. Je hebt hier een getal en nog een getal. En dat moet samen 93 zijn. Daar heb je nog
een rijtje van. Die ga je ook maken daarna. En als laatste heb je dat nog een keer. Dit zijn de dingen die je gaat doen bij deze les. Eerst opdracht 3. Daarna opdracht 1. En als het goed is, heb je ook nog iets van je weektaak. Stel je hebt nou vragen over deze les. Stel ze dan in de rekenles bij de meester of bij een van de juffen. Of bewaar je vraag voor bij het vragenuurtje. Dan zou ik nu zeggen, groep 4, jullie gaan lekker aan het werk. En dan zien we elkaar snel. Heel veel succes!